ik koos voor theaterregie omdat ik al een lange tijd heel erg geïnteresseerd ben in theater. Een soort van manier om de dingen waar dat ik dan van de kaart van was of dat mij interesseerde, om dat naar buiten te brengen of om dat in een soort van verhaal te gieten. En ja, dan leek het mij ook een logisch gevolg om dan toch iets met theater te gaan doen. Eerst wou ik heel graag spelen, alleen vroeger. Maar naarmate dat ik ouder werd, merkte ik dat ik heel graag gewoon die verhalen zelf wil creëren. En ja, theaterregie was precies het juiste wat uit de bus kwam. En bleek ook zo na mijn toegangsproef dat dat precies was wat ik moest doen. Dus, ik denk dat het vooraleer dat je aan theaterregie begint, dat je al met een heldere visie of blik in het leven staat. Dat wil nog niet zeggen dat dat volledig zo moet zijn. Dat kan zich natuurlijk ook ontwikkelen, maar dat je wel een soort van standpunt hebt van waaruit dat je wilt vertrekken om dan theater als medium te gebruiken om iets te vertellen. Ik denk ook dat je vooral heel erg gek moet zijn. Nee, dat je vooral keihard gebeten door theater, door cultuur, door het werken met mensen. Wat mij aangenaam verrast heeft in het Rits is de manier waarop met elkaar wordt omgegaan. Zowel student tegenover student als docent-student. Als ik één iets zou willen meegeven aan de mensen die twijfelen om theaterregie te gaan doen, dan zou ik zeggen, probeer gewoon. Want ik heb ook heel lang met dat gevoel gezeten van durf ik het wel, want er hangt zoveel aan vast. En wat als ik daar niet, als ik toch niet goed genoeg ben of dit of dat. Er is maar één mogelijkheid waarop dat je dat wel kunt doen. En dat is gewoon even alles uitschakelen en gewoon gaan. En dat is ook mijn advies voor als je de studie dan aanvangt. Van, zolang dat met je volle goesting en echt met een wens is vanuit je hart, dan kan er eigenlijk weinig mislopen. Want dan wil dat zeggen dat je goesting gewoon juist zit en dat je op de juiste plek zit.